Kunstbende biedt al 15 jaar kansen aan creatieve jongeren. Ook tijdens deze 15e editie is dit het geval. Volgens mij brengt het bij de jongeren heel veel teweeg. Hier krijg je de vrijheid, ze mogen doen wat ze willen, wat op andere plaatsen niet kan. En ze kunnen hier gewoon zichzelf zijn en vooral meedoen, denk ik. En gewoon proberen, doe wat je wil. En zie dan wat er daarvan komt. Vooral durven en proberen. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Je krijgt echt heel veel kansen door kunstbinden. Ik vind het echt wel de max. Goede sfeer ook. Dus nu heb ik iets aan Wauw Finale. Wat gaat dat geven? Als ik thuis iets schreef, deed ik er nooit iets mee. Ik vond dat een beetje zonde. Dus ik dacht, waarom niet meedoen? En ja, het is gelukt. Een vriend van mij had ooit eens meegedaan en ik zag dat dat cool was en ik wou ook meedoen. Soms zijn er wel echt dingen waarvan ik van verschiet van amai, dat is wel voor kunstbinden mee te doen, vind ik dat wel heel mooi gedaan. Dus daar hangen zo twee werken naast elkaar, zo eerder illustratief, van Willem van Bijlen en de andere naam weet ik niet, maar die vind ik wel heel mooi omdat die heel gedetailleerd geschilderd zijn. Een beetje hypnose, zo'n soort mythische wereld dat een beetje zo, je wordt daar een soort van ingezogen eigenlijk en dat vind ik wel het mooier. Hè. Ja, als ik zie hoeveel uren dat hij gespendeerd heeft om te maken wat hier nu hangt, ja, dan dat doet me wel iets. Ja. Ik probeer een beetje zijn gedachtegang te achterhalen, alhoewel het niet altijd eenvoudig is, dat kun je zien aan het werk hier ook. Hè. Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel technisch ook wel sterk. Ik vond het echt heel mooie bewegingen. En het was heel integer en zo. En het raakte me wel. En dan in contrast met zo die hele grote filmbeelden. Dat is echt wel chic gedaan. Dat is een mooi stukje. Ik hoor daar eigenlijk gewoon dolgelukkig van. Van al die jongeren hier zo enthousiast zien bezig zijn met kunst en met hun eigen ding.